zondag 36 gaat over het derde gebod. Dat gaat over het spreken van de Heere. En jij begrijpt wel, dan gaat het natuurlijk over eerbiedig spreken over de Heere. Altijd. En in deze zondag gaat het ook over vloeken is zonde. De Heere wil toch geëerd en geprezen worden, alle eer ontvangen, want hij is een heilige God. En zo moeten wij ook over hem spreken. En daarover gaat deze zondag. Maar eerst luisteren we weer naar een verhaal. En dat gaat over Rijnt. Rijnt schrikt heel erg. Hij staat met zijn fiets in het gras langs de weg. Dicht bij hem staat een groepje jongens. Ze zijn iets ouder dan hij. Er staan nog veel meer mensen langs de weg. Weet je waarom? Ze wachten op een optocht. Er komt een optocht met oude auto's langs. En iedereen die wil daarnaar kijken. Auto's van vroeger. En de jongens daar in de buurt van Rijnt staan in een groepje bij elkaar. En stoor dat ze doen. Ze doen allemaal stoere praat tegen elkaar. En dan ineens, een van de jongens vloekt heel hard. Rijnt hoort het en hij schrikt. Een grove vloek? Wat erg. Wat moet hij nu? Het gaat om de naam van de Heere. Ja, hij moet die jongen waarschuwen. Zijn hart bonkt gewoon. Wat moet hij zeggen? Zachtjes bidt hij. Heere, help mij. En dan loopt hij naar de jongen toe. Zijn stem trilt een beetje als hij zegt, hey, geloof jij in God? De jongen kijkt hem aan en zegt, hoezo? Rijn zegt, ik hoorde jou bidden. Nu kijkt de jongen nog veel verbaasder. Bidden? Helemaal niet, zegt hij. Dat deed ik niet. Jawel, zegt Rijnt, je vroeg iets aan God. Je vroeg, God, wilt u mij verdoemen? De jongen kijkt. Rijnt zegt, wil je dat niet meer doen? Ik vind dat heel erg. Je praat met grove woorden over mijn God. De jongen weet niet goed wat hij moet doen. Hij mompelt zachtjes sorry en hij draait zich gauw om. In zondag 36 gaat het over vloeken en lelijk spreken over de Heere. Dat is een verschrikkelijke zonde. En als wij er niks van zeggen, als het in onze buurt gebeurt, dan zondigen wij ook. Rijnt vond dat best wel moeilijk. Hij vond het ook heel spannend om er wat van te zeggen. En toch waarschuwde hij de jongen. En de Heere wilde hem echt helpen. Daarom wist hij wat hij zeggen moest. In de Bijbel, daar gaat het ook over een jongen die erg vloekte. Het staat in Leviticus 24, een jongen die vloekte. En de Israëlieten hebben het gehoord en ze brengen hem bij Mozes. En ze zeggen, Mozes, hij heeft God gelasterd. Hij vloekte heel erg hoor, Mozes. Wat moeten we doen? Mozes weet het ook niet gelijk. Hij zegt, zet hem gevangen. Bind hem vast en zet hem gevangen. Mozes gaat hij naar zijn tent en gaat hij aan de Heere vragen. Hij zegt, Heere, wat moeten wij met een vloeker doen? Weet je wat de Heere zegt? Neem hem mee naar buiten het leger, naar buiten het tentenkamp, naar buiten het volk, ver bij de tenten vandaan. En daar
moet de vloeker gedood worden. De Heere zegt, de vloeker moet gestenigd worden. Wat is dat erg? Zo erg vindt God het vloeken. Het maakt hem vertoornd, heel erg boos. Hoe moeten wij dan de naam van de Heere goed gebruiken? Alleen eerbiedig, want zijn naam is heilig. En als we iets vertellen over de Heere of de dingen van de Heere, dan mogen we daar nooit grapjes over maken. In zondag 36 staat het heel mooi. God wil dat wij zijn naam belijden, dat we hem eerbiedig aanroepen en tot hem bidden. Hij wil, staat er in zondag 36, dat we hem ook in al onze woorden prijzen en zelfs God eren in de dingen die wij doen. Vloeken en zijn naam lasteren vindt de Heere de grootste zonde. En daarom moest de vloeker in de Bijbel sterven. Ik heb een vraag. Spreek jij eerbiedig over de Heere? Echt eerbiedig als het over hem gaat. Het is zo goed om de Heere te dienen en om eerbiedig van hem te spreken. Want dat wil de Heere ook echt zegenen. Zolang als je leeft, wil hij dat zegenen. En zijn kind mag eens eeuwig bij hem zijn.